De verbazingwekkende rol van een moeder. De verbazingwekkende rol van een moeder. Sla geen dag over om je moeder eraan te herinneren hoeveel je van haar houdt. Of het nu moederdag is of niet. Laat haar weten hoe belangrijk ze is in jouw leven. Moederdag wordt op de hele wereld op verschillende dagen gevierd, maar de meeste moederdagen worden in mei gehouden. Het verhaal begint in 1865. Dan organiseert Ann-Maria Revens Jarvis een speciale dag om een grote groep moeders samen te brengen. Ze kwamen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Bovendien debatteerden ze over de situatie van vrouwen en dan in het bijzonder over moederschap en de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Die waren op dat moment nog niet erg zichtbaar en werden nog niet erkend. Ann-Maria Revens was zeer bekend in de Verenigde Staten. Net als haar eigen moeder was ze een activiste. Ze vocht voor de rechten van werkende vrouwen. Ook probeerde ze de sociale voorzieningen zoals gezondheidszorg, salaris en scholing voor jongeren te verbeteren. Er zijn vele jaren verstreken sinds de tijd dat vrouwen net begonnen om gehoord te worden. We hebben veranderingen doorgemaakt en er zijn nog steeds vele overwinningen die we kunnen vieren. Dat betekent echter niet dat er niet nog een lange weg te gaan is. Er zijn nog steeds moeilijke situaties in een maatschappij die nog altijd even ingewikkeld is. En bovendien wordt de maatschappij steeds veel eisender. Vandaag willen we je uitnodigen om na te denken over de rol van moeders in onze tijd. Moederschap in de wereld van vandaag. Een waar avontuur moeder zijn is meer dan een etiketje om een vrouw te definiëren. Het moederschap is een fantastische en een moeilijke realiteit die begint op het moment dat ze een kind krijgt. Het moederschap is om meerdere redenen niet gemakkelijk. Allereerst vormt de maatschappij nog steeds geen perfecte omgeving die het opvoeden van een kind vereist. Bovendien is het zwangerschapsverlof in veel landen veel te kort. Ook zijn de werkuren niet flexibel genoeg. En tot slot zijn ook de beleidsmaatregelen vanuit de overheid nog lang niet zo handig voor gezinnen als je zou willen. De landen in Noord-Europa zijn op dit moment het schoolvoorbeeld voor de rest van de wereld. Ze bieden zowel verlof aan moeders als aan vaders. Op die manier kunnen beide ouders samen tijd doorbrengen met hun baby's. Dit maakt het voor beide ouders mogelijk om vanaf de geboorte een goede band met hun kind op te bouwen. Daarnaast bieden deze landen nog een aantal andere voordelen, goede werkuren, financiële ondersteuning om het verhogen van de geboortecijfers aan te moedigen. We laten deze ideale scenario's even voor wat ze zijn. De meeste moeders moeten veel moeite doen om een goed werkend schema op te stellen. Daarnaast moeten ze overeenstemming bereiken met familieleden om op hun kind of kinderen te passen. Soms is het zelfs zo dat moeders minder uren gaan werken om voor hun kinderen te kunnen zorgen. Iedere dag is er een nieuwe kans om je moeder te vertellen hoeveel je van haar houdt. Er zijn vele redenen om moeders en moederfiguren in je leven te erkennen. En dat is nog buiten de moeilijkheden die de hedendaagse maatschappij en de huidige politieke situatie met zich meebrengen. Moederschap gaat gepaard met een emotionele link die je vormt. Zelfs meer dan een romantische relatie.
en het maakt niet uit of dit moederschap nu gepaard gaat met een genetische verwantschap of niet. We hebben het over een liefde die je omringt en je inspireert. De liefde wordt een deel van je meteen en blijvend. Een moeder die oprechte affectie, onvoorwaardelijke liefde en respect geeft, is een krachtig persoon in je leven. Moederdag is slechts een excuus om gezellig samen met haar te eten. Om haar een klein cadeautje te geven of een bos bloemen die ze mooi vindt. Maar onthoud dat het niet altijd een speciale dag hoeft te zijn. Je kunt je moeder er iedere dag aan herinneren hoeveel je van haar houdt en dat je haar bewondert. Ieder moment is een geschikt moment. Iedere dag is de perfecte dag. Breng tijd met haar door, zorg voor haar. En bovenal, let goed op haar en praat met haar. Mijn moeder, mijn inspiratiemoeder. Ze was, is en zal altijd een sterke, dappere vrouw zijn. In eerste instantie zul je haar stralenkrans misschien niet zien, maar alle moeders hebben er een. Ze hebben allemaal duizenden verborgen gevechten doorstaan. Denk eens aan alle moeders op de wereld. Denk eens aan de hele matriarchale lijn. Ze hebben honderden tegenstanders in de ogen gekeken. Moeders hebben moeilijke tijden en honger gekend. Ze hebben conflicten en eenzaamheid het hoofd geboden. Ze zijn er allemaal in geslaagd om kinderen groot te brengen. Met hun eigen handen en hun eigen inspanning. Iedereen heeft een verhaal waarin een vrouw je inspiratiebron was. En die nog steeds een bron van inspiratie is. Vandaag is een uitstekende dag om aan moeders te denken. Zowel de moeders in je verleden als in je huidige leven. Het is vandaag een perfecte dag om eens stil te staan bij wat we nog moeten bereiken. Het is tijd om na te denken over welke sociale rechten we nog steeds niet hebben. Wat moeten we als werkende moeders nog bereiken om een betere toekomst voor onszelf en onze kinderen te kunnen bouwen? Alle moeders zullen een bos bloemen en een dikke knuffel van hun geliefden weten te waarderen. Laten we dit waardige gevecht vooral niet negeren. Moeders verdienen erkenning in onze huidige, complexe maatschappij.